Nee, denk je. Ja. Oh, je drinkt nou drinken. Lekker lop. Maar waar hij is eten, ben je nog in het huis hier geweest, Gerrit? Ja. Ja, dat dacht ik al half. Ogenoot. Nee. Ik ben aan mijn eigen zijkluis. Nou, zie je wat? Ja, ik neem altijd de leiding aan eigen hengt. Ja. Ja. Dat is het sterkste. Hé? Nou, ga je me goed doorlezen? Blaadje? Nou ja, maar ik heb het weer vergeten, hè. Ik kan het iemand onthouden, dat is de beste. Ja. Ik ja. Ja. Wie zet er het de grootste punten vreten, jij? Oh, ik heb maar een puntje. Een puntje, ja. Ja, dag. Hij je taart te geven? Ja, speciaal. Waarom? Linkers heb jullie dan zo hard je best, ik bek een taart voor je. Oh god, ja, dat heb ik gelezen. Ja, jij bent dan ook bij dat museum erbij gekomen, hè? Ik zit helemaal niks te doen, ik moet er wat een beetje aan de gang blijven. Maar dit zei je dat je op het dak van het museum was eten, hadden. Ja. Ook? Ja. Daar maar ook met het ja, uit vorige week op het dak van het museum was eten. Ja. Ja, hier in Derp of in Amsterdam? Nee, Amsterdam ging ik net in. Weer, ja, weet ik voor hoe. Nou? En mijn pietje. Overstreuken. Nou, half even beginnen. Ja. Noord van zijn leven eigenlijk net nog pieken donker werd natuurlijk. Ja, dan. Hebben we eens weer even binnen zeker. Toen je maar even een bakje hier. Even een bakje hier. Ja. Nou, bij bakje kramen dan doet, dan kon je nog wat lekkers halen natuurlijk. Of daar je weer naar de dochter natuurlijk. Nee, ik ben aan de lijn. Hij is aan de lijn, moet je toch eens kijken. Hij gruit over de verdrukking in, werkelijk maar. Nee, nee, ik ben de laatste maand 17 gram overgewogen. Ja, dan rijden we nog. Ja, ja, ja. Ja, met mij verschil ik geen natuurlijk. Nee, 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 dat kan. Dat kan niet. Ja. Dat geeft echt geen beste, ja. Dat vliegt nog veel. Dat worst eruit. Ja, dan is het helder dan met de noodgang. Goh, zeg maar wat nou. Ik zeg, lees op het Vaarzenboek dat je een mooi fotootje naar dan neerzet van punt en stip. Ja. Ja. Ja, punt en stip stukken op het Vaarzenboek. Ja. Je weet wel toch nog wel per punt en stip binnen? Nee. Nee? Nee, dat weet ik. Henk punt. 9 augustus. En Henkie stip. 9 augustus 1962, dat ben ik begonnen bijna. Oh. En toen kon je nog echt leren. Ja, dat... We hadden een logiek, een rode Piet. In mijn dromen net die zoeken hangen. Want je mocht het twee keer wel verkeerd, dan de derde keer kreeg je een knal van je hersenen. Nee, vergaat het nooit meer, deed nooit meer verkeerd. Het was wel leer hoor, met geweld. Rode Piet. Piet Berg, ja, die woonde mij. Oh, die ken ik uit. Rode Piet, hè? Piet Berg, ja. Rode Piet. Goh, zeg maar. En Vos. Ja, tuigens horen is het niks meer. Het is, je kent geen eens meer leren. Ik ben, nou ja, maar Tim, is er toch ook geen meer bij? Is niks, nee. Ik ben van de week ben ik begonnen op een project in Amsterdam. Vruchtruim werd geboren, was het in mijn land geboren. Nou ja, weet je, ben je aan de praat, want de jongens die er al een hele tijd werken, die hebben allemaal in de restauratie gezeten en die hebben de domtoren nog verbouwd en al die toestanden nog meer. En wat moet je nou doen? Wat plintjes maken aan het plafond en aan de grond en de vensterbankje. Dat is het enige wat je nog moet doen. Voor de rest heb je overal aarde windsurfeur. Het is toch echt ongekend. Ja, en ik had binnen toch, ik heb van de week mijn auto deed, hè? Je ziet het in mijn man gehad. Ik denk, wat ik de ANWB, de wegenweg. Ja, en er komt zo'n busje en een aardig mensje zat erin. Oh, die clip op, kijk ik, niks te feiten, niks te feiten. Ze zegt, nou, de accu even meekijken. Dus, het hele ding eruit halen, op de grond. De sloffen af, de sokken af. En ik zeg, zo kijk dan naar zien of die accu goed is. Nou, is goed. Ze zegt, hoe weet je dat nou? Nou, mijn spiraaltje begint te groeien. Ja, ja, ja. Ja, dat alleen is dat tegenwoordig. Zo heet dat tegenwoordig, ja. Ja, mooi, godverdorie. Het was nog een mooi mens ook. Ja, prachtig mens, ja. Nou, hij had gelijk gewoon niet verteld s'avonds. Die stond erbij. Oh, dus. Ja. Hij heeft een stukje nog gelezen over Nico's karren.
Mooie kerk. Gos, een mooie kerk die je kreeg, hè, Nico? Oh, een raar donker ding. Nou ja, hoor. Een donker ding. Dat ben de hedendaagse kleuren. Dat is gewoon een moderne slagerij op wielen. Ja, dat weet je wat dat hele geval is? Kijk, het valt wat minder op. Kijk, als je bijvoorbeeld met een beetje eindje vlees, een beetje borsten, bijvoorbeeld met een biefstuk, weet je wel, dan blijft de boel zo aan de witte wang dan zitten. Ja, dat ziet er net uit. Dan kan je beter op zwarte achtergrond dimmen, valt mij het op. Weet je ook niet of het school is? Nou ja, dat doet er net als je binnen even goed groot zat van dragen, dus ja. Dat houden we er wel bij. Ja. Dus dat is net zo beulig. Maar ja, dat is de jeugd, die komt erbij en die zeggen ja. Ja, wel eens weg. Ja, nou ja, maar als je bij een moderne slagerij kijkt, dan is het vaak donkere kleuren. Ja, dat is gewoon, want dat is de hedendaagse tijd. Nou, die schotten die zijn hebben genoeg als weg. Ja. Over een jaar of wat had je het alles allemaal weer groen. Ja. Met een rode mus. Ja. Ja. Is het een zuidvogelstijl natuurlijk. Ja, dat is toch wel zo. Ik ken van die buiten is het ook donker. Ja, donker. Ja. Ja, van Stoepie, ja, die is ook, ja, die heeft ook zo'n donkere kerk gekregen. Ja, inderdaad. Ja, alles weer donker tegenwoordig. Dat is zwart geld. Dat daar ligt hier bedragen. Kijk, nou, dat is in filosofie, het zwarte geld gaat erin zitten, ja. Ja. Godzijdank. Kijk, je hebt hier ook een verhalenbundel, is er in de markt van de samenkomst van de huizen schrijversgilde. Maar goed. Zie je niet binnen er nog meer schrijvers bij komen? Ja, een heleboel. Bel, heerlijk. Nou, dan kan je één druk op. Ja, die kan ook wel leuke verhaaltjes schrijven, hoor. Alex ook. Alex ook? Van de rolstuk ook, zei hij? Nee, Alex schrijft zelf niet. Nee, hoor, hij zei dat hij erbij geweest was. Hij is even verwezen. Hij is even verwezen kijken. Op zijn klompen. Op zijn klompen? Alex gebruikt drink, pseudoniemen. Ja. Ja, Kat ook nog. Ja. Dat komt van zijn moeders kijk, geloof ik, of, hè? Ja. Ja, dat is net als jij ook drie bijnamen hebben. Ja, Doeks de Biepot Vretenbloed. Ja. Maar dat is echt waar. Ja, jullie lachen allemaal, maar dat is wel waar, dat ik. Ja. Kijk, ja, dan ben je er minder op de drie bijnamen. En jij bent enkel met jij bent een spintje in enkel. In een ruiter, hè? Ja, in een ruiter, ja, van je moeders kijk. En van mijn ook een eker, dat is helemaal wat. Gossakkoos. Ja, daarom. Dat weet ze allemaal. Nou, ik zat van de week toevallig, zat ik in een boek te kijken. Van Oudhuizen, weet je wel, dat hier op het huizenblaadje allemaal uit heeft, die dikke boken. Want ik was weer een foto op zoek van mijn overgrootvader, van Rut Visser. In de sting, hij sting er in Hamburg, was dat, was die foto hebben, sting die met zijn zwager. En er sting er nog iemand bij, maar zijn zwager, wij zijn ook een eker, ook een wiezenekker. Dat is een eker, en die daar kennen we niet. Nee, maar met Wil, je trouwt dan met een zuster van Rut. Ja, jij weet in alles van die Rutte kijkt, dus dat hele vraag ik aan jou maar. Ja, maar. Ja, jij zit er even wat dichterbij. Kijk, ik zit meer aan de schapenkanten en jij meer aan de visserskanten. Ja. Kijk, opa Anna was er al niet meer. Dus ik heb nooit wat anders aan de vragen. Verder is er ook niemand meer, hè? Tante Wets, die is ook al. Deze is er ook al niet meer. Nee, de meeste binnen, ja, zo geeft dat. Ja. En mijn vader kijkt er toch niet meer vragen, dus ja, dat is allemaal over. Er is niks meer. Ja, zo ging het, jongens. Zo gingen wij op een gegeven moment ook van paardje nog. Ja, maar die derde naam, ik ken de naam van Wetsen, nee. Nee, nou, een enthousiaste medewerker. Oh, goed, kijk, de dorpsbelangen huizen. Ze zijn kandidaat en sympathisant. Ja, ik zit in Blerken, dus ik meen. Ja, jij zit in Blerken, maar ik heb gehoord dat, weet ik, Al Landman die is ook bij. Ja? Ja, bij Rob Bruintjes, bij die aarde. Nee, die zit bij die aardeclub. Weet ze? Ja. Dus Al Landman zit ook in de politiek. Die doet bij zijn eigen, als het nou één grote gemeente wordt, dan kan ik even wat te zeggen in meneer Derp. Ja, wie weet. Ja. Woont hij daar dan? Ja, hij woont in de Blijdekommermeent. Oh ja, ja. Hoe hier is dat dan in dan? Ja, ik. Ja, maar misschien moet een aankeren. Dat zou kennen. Ik dacht dat hij in Zeist woonde toen. Hij heeft een tijdje even in Zeist gewoond, dat klopt.
En nou is die weer vrom in de Blijdeke Moment. Ja. Ja, ja, kijk. Ja, want de boel wel goed in de gaten even goed. He? Nou, maar nou ben je weer helemaal op de hoogte waar die uithangt. Ja, en hij zit gelijk bij, hoe heet dat mensen ook alweer? Boersen of zoiets? Ja. Ja, nou ja. Lisbeth, ja. Ja, nou daar zit ze. Maar, nou, ik heb hem lezen, ik sprak hem vorige week, sprak ik hem nog. En hij wil het aankomende Huis en Café, 20 februari, wil hij komen. Zo. Oh. Ja, want hij heeft nog een mooi verhaal over de Gooise moordenaar op Wielon. Nou, dat wil ik dus aan horen. Hij zit er binnen al in een heel veel stadium. Kijk, dus ik denk dat hij op mijn plan aan de rij doet. Dat maakt niet uit, want ik wil er toch niks aan. Dus ik heb te lang weer wat haast, ben ik mee bezig. Dus ik heb al zoveel dingen aan mijn hoofd, dus ik heb het veel te druk. Ik heb hier echt bij, goed. Je en je zei, en als ik gepensioneerd ben, dan krijg ik het rustig. Krijg dat nog drukker. Dat docht ik. Dat docht krijg ik. Nog drukker. Dat denkt iedereen. Dat docht ik. Ze zitten aan alle kanten naar me te trekken. Van, alsjeblieft, kom even hier langs. Ik heb wat te doen. Maar zie je eigenlijk nog stil achter de granium zitten? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Maar dan ging je met pensioen. Dan vreet je zo. Over 4 maanden en 3 dagen. Zo jij. Ja. Ik heb het precies al verteld. 4 maanden en 3 dagen ben ik aan mijn eerste werkdag bezig. Wanneer ben je nooit meer thuis? Nou, dat moet je niet zeggen. Die tijd die heb ik ook gehad. Dat leidt veer achter me. Toen was ik echt hard nooit thuis. Nee, toen was ik allemaal aan fladderen. Maar goed, dat is ook weer een periode in je leven geweest. Hé? Ja. Ja, als je hier overal in zitten. Nou ja, ze hebben me wel een vreugde in bepaalde zaken, ja. En nou moet ik wel een klein beetje schiften, de ene wel en de andere niet. En kijk, misschien leidt er nog wel een politieke carrière voor mijn... Ja, dat kan ook nog. Meer hou je net tijd, hè? Nou, dat weet ik niet. Het wordt wel, nou ja, ze hebben me al gezegd, als jij in de reet komt, dan wordt het meer een huis en café. Nou ja, je zegt, dan wordt het wel gezellig. Ja. Je neemt zin al aan. Nou, kijk, weet je, het is, ik zeg precies zoals het is. Misschien bij het dorp langer, maar de rest wil je ook naar. Dat is niet waar. Het CDA die had me gericht de Bijbel. Maar ik vind het een beetje te recalcitrant voor het CDA. Ja. CDA, ik jou erbij. Ja. Ja, vind je dat beulijk? Maar goed. Ja. Je weet het toch wel wat recalcitrant is? Wat een zakke woord. Zo makkelijk woord. Ja, een beetje lastig weer, hè? Het is, ja. Kijk, daar ging je al de goede kant op. Zulke dure woorden ertussen. Ja, dan kijk je. Dat is het. Ja. Nee, ik zeg tegen Danielle, ik zeg dat is niks voor mij om bij het CDA te komen. Want wij zijn al bij een paar vergaderingen geweest. In de Jong van de Bel, weet je, de lijsttrekker. Hij zegt, is het niks dan voor jou om bij ons te komen? Ik zeg, nee, je bent... Al duur, maar je komt eraan in. Ja, nou, dat had ik ook al wel eens uit. Ik zeg, kijk, dat had ik ook al eens uit tegen Danielle ook. Ik zeg, dan kom ik naar 10. Je bent een al sterker, duur gebruiker, zie je maar naar 3. Nee, kijk, ik ging geen stemmen winnen voor de CDA, want dan kom ik er nooit. Dan kijk ik beter bij het dorpsbelang, want dat is net zo mogelijk natuurlijk. Want de nummer 2 die op die lijst zit, nou, die haalt net aan de 100 stemmen. Ja, alle stemmen in meneer Anto. Misschien. Ja, met die. Ja, zo heet dat. Vroeger had de dochter, die had ook nog wel een paar 100 stemmen. Maar ja, die had allemaal jonge meiden om erin, weet je wel. Die gingen allemaal op de stemmen. Maar ja, die enkel de mond net op. Maar Karel Bikkers, die had er zei op een gegeven moment, meisje wilde op een gegeven moment wat zeggen. En huppatee, Bikkers er bovenop natuurlijk. Ja. Nou, ik had gericht wat op de degens. Ja, toch, erbovenop? Ja, ik had er bovenop gezeten, wat die Bikkers werkelijk was. Wel, zo jammer dat tijdig iemand is. Nou, de laatste keer toen hij afscheid nam, toen had ik een mooie surprise had ik voor hem. Ik had zo'n mooi beeldje laten maken. En er sting het logo van Ontwaakt op. En dat was de Hilariteitsprijs 2017. Wat had ik gedaan? Ik had een mooi dingetje erop in te maken met een blaffende hond. Want we nemen hier altijd kippertjes, weet je wel. En we hadden er ook een knalpijp op laten zitten. Karel, knalpijp.
Dus hij zat met een beetje, nou ja, hij dacht bij zijn eigen, nou ja, ik deed dat ding met Elm. Ja, hij zit, ik zal, ik loop dat ik hem gekregen net. Hij zit, ik zal wel zorgen dat het in de publiciteit komt. Maar hij dacht bij zijn eigen, dat komt nooit in de publiciteit. Kijk, om een hilariteitsprijs te krijgen, ja, dat is net zo mooi, hè. Die staat er nou nog. Hé? Die staat er nou nog. Ja, ja, ja. Nou ja, nee, hij heeft er wel meer nemen, want ik heb de hele familie, ze gingen even vroeger weg neer met de vergadering. De vergadering, nou ja, ze hadden eerst een voorwoord. Nou, toen begon het afscheid van Karel. Nou, alle fractievoorzitters, die hadden er op, tenminste enkele neid natuurlijk. Kijk, GroenLinks, die gaf geen acte de present. Die dacht bij de eigen nou, lid Karel met Karel wees. En wij zeggen niks. Dus het CDA die had een woordje voor hem en nog wat partijen die hadden een mooi woordje voor hem. Nol van der Helm die had ook nog wat te zeggen tegen Karel. Nou, die moest op een gegeven moment, had hij prachtig woorden voor Karel. Kwam hij met een flesje wijn en die gaf hij aan Karel zijn mens. Maar toen ze op een gegeven moment eerder weggingen, toen zei ik wel stupen met het beeld. Dus ja, hij had hem toch meenemen. Maar of die veur dan op de tafel stond, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat hij hem achter het gordijn is geheugen net. Ja. Ja, zo is het. Nou, hij je te zien hier dan. Kijk, vanavond stond hier met iemand te praten en die had het over de erfgooier. Dat die eigenlijk een erfgooier was. Ja, ik ben eigenlijk ook erfgooier. Ik was de jongste, 10 cent in de beurt. Ja. Maar hier hebben we nog foto's in het blaadje. Dat ze centen gingen halen. Ja, bij Speetse. Ja. Ben jij ook nog erfgooier, Dick? Nee? Vond je weer een echte huis en ging er voor je? Mijn vader kwam 2 jaar te laat het gooien. Oh? Toen was erfgooiergroep. Ja? 1572 is de erfgooiergroep opgericht. Ja? En in 1574 kwam mijn voorvader uit Duitsland en Nordhorn. Ja? En toen schreven ze borst nog wat CH. Aha. Van de vloemenreedfabriek. Kijk, 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 dus je bent een eigenlijke wijsmachine-magnaat. Juist hem! Wat zakkoot! Ja! Ja! Het is eigenlijk een wijsmachine-magnaat. Nou, je bent misschien nog wel van de hoge strengt, Dick. Potverdorie. Ik heb er niks van. Nee, nee, erf je er helemaal gaan niks van? Nou ja. Ik hoef het niet nodig ook. Hé? Jij bent even goed je netje en je droogje en je vermaak je wel. Kijk, nou, Willem Stert. Kijk hier, ja. Nou ja. Ja, we hadden het net over jou. Nou ja. Ja. Blij dat je erover praat dan. Ja, dat bedoel ik. Ik zeg, nou ja, ik zeg, ik heb er vorige week gesproken. En nou komt hij zo in één keer aanzeilen. Natuurlijk, ja, dat is dus geweldig. Kijk, jij had mij een verhaaltje verteld en dan zouden we over een week of 4 zouden we erover beginnen. Ja. Ja. Maar ja, goed, jij hebt het verhaal wel in je hoofd, dus je kan maar zo direct aanschuiven aan de tafel. Ik heb nog zo'n meld erbij, dus begin er mooi van over uitwaaien. Ja, die andere gast gaat vanavond spelen. Nou, Danielle zou er komen. Dat zal ik je vertellen. Maar Danielle, die moest Kees de Kok vervangen. Maar Kees die had een begrafenis ergens bij Leerdam. Dus ja, dus moest Danielle neer de commissievergadering toe. Dus bij de volgende keer is ze er wel. Maar dan heb ik die meid van Dirk van Gep van Henk Monteer, die heb ik er ook aan tafel. Okay. Je weet wel wat het is? Ja, dat weet je wel. Kijk, zo'n huizen is het toch wel. Dat is een blij dat ik om ritten hoor. Ja. Ja, nou. Ja, kan je niet. Die rijden hem. Nou, dan geven we zo direct eventjes even over babbelen, hoor, dat die bij Albert Heijn alles in je leed is. Ja, kijk eens. Wel, eerlijk, wel, nee, niet. Nou. Oh, zakkelot. Wat een drukte, hè. Je mag er ook zo voor aan zitten, ook, en dan mag je zo meteen dan een ropertje wel. Ja. Ja, dacht er natuurlijk Danielle, die is er. Ja, dat dacht ik even. Ja. Ik heb zo'n voorkeur. Ja, nee, dat begrijp ik. We kennen je al een klein beetje. Nee?
Ja, dan werden nou wel over de spreuken dat je dus binnen uitgewaaid in de Blarikum toe. En dat je hier in de Blarikumse politieke zet terecht te komen binnen. De buitenwijk van Huizen toch nog niet? Oh, goeie. Nou ja, denk je nou echt dat het de buitenwijk van Derp? Ja, het is eigenlijk een buitenwijk van Derp, zo moeten we het eigenlijk wel stellen. Bijstand van Huizen. Ja. Allemaal goed. Ja, bijstand van Huizen van Derp. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, zo ben ik tijd op de hoogte natuurlijk. Kijk, weet je, het is jij kan er vanuit je toren die erover eerlijk kijken natuurlijk. Dat zeg ik, had hij zelf genoeg om in de regen des te blijven wonen. Oh, daar heeft hij ook gezeten. Ja, wat dacht hij? Oh, wacht even. Of hij hem eruit te jeugen. Ja, wat dacht hij? Ja, nou, dat zit er eerder in natuurlijk. Ze gebruiken alle parkeerplaatsen die ze kan ruimen. Jij dochter bij je eigen, hij komt niet te veel bij Paddenwijn. Dat moeten we maar even aan de kant gooien. Ja, want jij bent een vijfde klant bij Paddenwijn natuurlijk. Dat weet je ook al wel. Ja. Ja. Ja, we hebben nou ook nog een gast aan tafel. Kijk, we halen ook die aardige gast, maar ja, die zit daar bij de commissievergadering. Hals van de Brink, kom eens even bij me. We zullen al even een stoel erbij zetten, dan kom je mooi in het midden. Kijk, Hals, dat is eigenlijk een Amsterdammer die verhuisd is. Hij is op jacht hier in het DNA-verwerp. Dus ja, ik wil nou eens even horen. Kijk, en nou ben je al bij het museum op Toetreden, samen met Henk. Nou, hoe is dat eigenlijk nog heen te werken? Eens je niet? Ja. Nou, er zit binnen 70 vrijwilligers bij het museum. 70. Ja, ja. Je moet niet vergeten, het Huizen Museum is net zo'n museum als het Rijksmuseum. Ja, ja. Alleen wat kleiner. Ja, nou dat is waar. Je moet wel alle dingen doen die een groot museum ook moet doen. Ja. Dus daar moet je behoorlijk over aan de weg timmeren. Dus je moet vertellen over de tentoonstellingen, over de activiteiten. Er worden nieuwsbrieven uitgegeven, daar weet Janine alles van. Er moet een website bijgehouden worden. Er is een Facebookpagina, daar komen er nog meer aan. Er is een Twitter-account, zoals dat heet, voor het museum. Het moet allemaal bijgehouden worden, want je wil wel dat mensen weten dat het museum er is. Museum zie ik echt als... Ik denk wel dat het groot is van het dorp. Ja. Ik denk wel dat het groot, ja. Ik bedoel, enkele jaren bron. Daar kwam ik er wel eens. En ik ben samen met Maltnientje ben ik nog eens een keer achter die Gooise moordenaar aan geweest. Waar Han ook hartstikke druk aan is. Ja. Ja. Dat die ben ik nieuwsgierig neer, Han. Dus, kan je het inhouden? Nou, nog even wel. Nog even wel. Maar kijk, kijk over Nienke. Dus ik ben samen ook met Nienke op pad geweest. En... die dop bijdragen. Dat is wel eigenlijk wel een leuk plan om dat ding hier in tow te halen en dan ook zo langs het museum op te leren rijden. Ja, ja daar moet je het met Hanna over hebben. Ja. Haalt het museum. Haalt het museum? Haalt het museum. Ja, nee, ja, uiteraard. Tenminste, kijk, als hij daar blijft. Ja. Doorbraag. Ja, ze wil recht dragen. Ja, goed. Dit wordt een centrum ook verwezen, hè? Ja. Ja. Als je nou ziet, het is... Nee? Dat klopt goed. Zou het goed komen? Nou ja, ik heb gehoord dat die grote, die moet de gemeente dan aankopen. Dat moet wel op 5,4 miljoen komt dat uit. Ja. Ja? Rijke gemeente. We hebben een rijke gemeente. Kijk, en als ze wat willen doen, dan moeten ze het nou doen. De pot leegmaken moet het nou doen. Ja, dan moet je het nou doen. Echt, want anders dan gaat het in de grote grabbelton. Want we hebben al kunnen lezen ook, als wij fusieerd binnen. Dat neem ik wel. Ja. Ik hoop het niet voor je. Dat nou ja. Is iets ruimer dan hem. Nou ja, maar lekker bol aan ook. Maar goed, als de fusie toch deurig is, dan geven we er aardige kosten op vooruit betalen. Onze onroerende goedbelasting gaat aardig omhoog. Ja? In Blaring gaan ze minder betalen, in Laring gaan ze minder betalen, maar wij moeten het gelag betalen voor die resten. Ja, maar zo is het wel. Eerst wordt de schatkist leeggemaakt. Nou, ik hoop dat ze dat voor elkaar krijgen. Maar er zit zoveel in, dan krijgen ze toch nooit meer voor elkaar. En je mag maar 30% van je kasgeld overhouden. Ja, daarom. Kijk, ze vallen nou toch al onder de Arribit, dus ze worden toch al bekeken van bovenaf. En als je kijkt naar het DNA van Huizen, waar we het over, waar we het over zouden hebben. Huizen geeft niet graag geld uit. En we binnen een beetje schraal. De huizen geven niet graag geld. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ons binnen zuinig.
Er is ook een spreekwoord, hè? Ja, als je van een huizen rijk wordt, word je nooit meer arm. Nee. Nou, dat is er nog zo'n beetje, wat een huizen gelopen heeft. Ja. Ja, ja, maar dat is een aanverhaal. Dat is een aanverhaal. Nee, nee, dat hebben we hier ooit eens een keer met Frans Ruiter gebruiken. Okay. En dat is een blarke, hoor. Ja. En die heeft het hele verhaal uit de dood kunnen doen. En dat is? Nou, dat is... Kijk, vroeger kwamen, hadden ze grondwerkers nodig om sleuven te graven. En die blarkemers die waren ze keurig netjes aan het graven. En die gooiden die plaggen aan de kant. En op een gegeven moment de kabels die werden erin gegooid. En die legden keurig netjes die plaggen er. Maar de huizen die kwamen huppatee, graven, graven, huppatee. En even later, gat dicht, aanstampen, clear. Ja. Maar geen gras. Ja? Dus waar die huizen lopen, had de grote geen gras meer. Okay. Dus zo is het gekomen. Nou, leuk. Volgens Frans, ja, hoor. Ja, volgens Frans. Volgens overleven. Dus daar binnen de anekdotes van Blarikum. Ja. Klopt. Kijk, ja, wat wij anekdotes hebben, dat is in feite dat wij die rotonde, die toren in de brank te steunen hebben. Hé, paviljoen. Ja. Jouw familie? Jezus. Oh. Nou ja, 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 nee, wij zijn vroeger nogal een beetje, treffen van leer. Ja. Recalcitrant dus. Kijk, ja, dat houden we erin. Weerbarstig. Nou ja, weerbarstig, dat zou je ook zo kunnen stellen. Dus we hebben hier wel achter komen dat die huizen gericht de zint de eind op de knip houden. Het is een apart dorp. Ja. Absoluut. Ja, maar je voelde je wel thuis? Na 30 jaar, ja. 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 Begin niet zo. Heb ik echt moeten wennen. Ja, in het begin dacht je wel, waar ben ik beland? Ik wel. Ja. Want het is niet zo dat als je hier binnenkomt, dat ze zeggen, hey, leuk dat je er bent, kom binnen, schuif aan, laten we je vertellen hoe het hier gaat. Dat is niet zo. Maar dat doe je zelf. Dat doe je zelf, ja, natuurlijk. Ik, ja. Ik ben ruim 20 jaar taxichauffeur geweest. Ja. En dan zeiden mensen, in huizen kom je er nooit in. Wat doe je er zelf voor? Ja, natuurlijk. Ik zeg, kijk eens in de film, ja. Begin zelf eens. Ja, hij heeft wel zijn beste deel, want hij heeft samen bij de Zuidvogels achter de bergste in. Ja. We hebben in de keuken gezien. Daar mensen kennen. Gehaktballen gegeten en nog heel veel meer dingen. Nee, maar daar leer je de mensen wel kennen. Achter de bergen bij Zuidvogels, dan zeker na een uur of 5:30, 6, dan komt het beste de mens boven. Ja. En zeker als je met ze naar het bos toe gaat, dan... Ja. Dan weet je alles, dan ben je op de hoogte van alle, weet je wie er aan elkaar zijn. En weet je wie de failliet is. En nou, dat weet je dan allemaal. Ja. En vooral als je in het buiten erbij zit. Zeker. Nou, maar dan kom je niet meer aan het woord. Nee, dan kom je niet meer aan het woord. God, jij niet, dan had je de laatste keer bij moeten wezen. Gerard heb ik hier op tafel laat. Oh! Nou, dan had je bij moeten wezen. Ja. Nou, ik heb nog in het huis een blaadje dukkers in. Gerard Gres. Ja. Ja, bij Bouten dochters geen Gerard Bouten is het, Gerard Gres. Begrijpen de mensen dat dan beter? De botter, ja. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Gres, dat komt van Gres Ruighof, hè? Dat weten we dan natuurlijk. Maar van zijn vader, kijk, is het een botter, ja. Inderdaad. Maar, hij was in het begin was die knapmak. Ja, hij dorst niet zoveel te zeggen. Nee, en hij was knap rustig. Hij dacht bij zijn eigen pot, verdorie, waar zou hij mee aankomen? Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik hem echt los kreeg. Maar op een gegeven moment kwam de gang erin. Ja. Ja. Nou ja, dat. Dit was het appel natuurlijk. Bij Kees Visser, de voorzitter van de Zuid, die dacht ook bij zijn eigen. Ik ging er toch eens even bij zitten kijken. Ja. Want hij dacht. Wie weet. Ja, zonder reden, er komen er allemaal verkeerde dingen uit. Ja, nou kwamen er ook wel verkeerde dingen uit natuurlijk. Maar ja, dat is die botter voor natuurlijk. Ja. Kijk, we kwamen natuurlijk achter weer een hele hoop dingen. Hè? Nou, ik vond meevallen. Nou ja, enkel dat er op een gegeven moment geld achterover gedrukt werd om weer een voetballer ervan te betalen. Of een autootje weer voor te regelen. Oh ja, auto. Ja. Voetballer neemt alles niks aan. Nee? Nee. Maar goed, dat is er helemaal zo. Hè? Maar goed, de zuinigheid, dat is een van de... En het dialect, dat hoort ook echt bij het DNA van Huizen. Dus daaraan herkent men elkaar. Zelfs als jullie Nederlands spreken, zal ik maar zeggen. Dan hoor je toch nog aan de klanken dat het iemand is uit het dorp. Dat en dat kun je als buitenstaander, ik kan het verstaan. Ik kan het goed verstaan, maar ik kan het niet spreken.
Als ik het probeer, ja. Het komt een aast uit als aast. Ja, ja, zeker. Nou, mijn minst die heeft het ook wel eens geprobeerd. En sommige dingen zijn ze goed, maar dan in één keer komt er een woord erin. Dat sleet heel erg nergens op. Ja. Ik zeg, Keintje, weten het toch dat het aast is? Ja, nou ja. Ik wil het echt heel eerlijk zijn. Je hoort het inderdaad altijd. Ik zat ergens in Griekenland. En op het terrasje en er zit iemand Nederlands te praten. En ik denk, hé, aast, dat is het enige woordje. Ik zeg, verrek, je bent naar huis. Donder, hoe weet jij dat? Ja. Ik zeg, nou, dat is jongen van kerkmeester van de Smit van vroeger. Die woont in al 20 of 30 jaar in Loosdel, geloof ik. Of, ja, een kerkmeester is dat. Ja. Maar zo. Maar hij zei toch nog, ja, een woord tussen. En dan, ja, dat valt gelijk op natuurlijk. Nou, voor jaren, vroeg was ik in mijn jonge jaren was ik op vakantie. En wij zijn in Oostenrijk. Ik zit er met Josje Hogeberg. En die meiden, die waren erbij. En we zaten zo plat op zijn huis tegen elkaar te praten. Hè. En er zit een aastel, het was een Hagenese mensen, en die had een dochter, had ze aan tafel, was ze drieën, aan een sappie en een ding bij, dat natuurlijk ook aan een sappie. En toen hoorde ik op een gegeven moment die jongen, die mensen tegen elkaar, oh, hoor die jongen luid, die komt waarschijnlijk uit Scandinavië. Ja. Nou, dus wij gingen deur natuurlijk, hè? Wij gingen deur. Ja, en de volgende ochtend. Goedemorgen. Nou, dan moesten ze wel eens even weten waar we vandaan komen. Want ze hadden die dag ervoor en ik zou begrepen waar we het over hadden. Ik zeg tegen Joost, ik zeg, god kerel, ik zeg, ik heb een derp hier. Ik heb nog nergens een Harry Updoors zien. Ja, je weet toch wel wat een Harry Updoors is? Nee, dat weet ik niet. Nou, dat is een jukebox. Ja. Vroeger hadden we allemaal joekenboxen, hè? Ja. Nou, wij duimden dan gewoon naar de jukdoors. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Dat is logisch. Ja. 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 Ja, natuurlijk. En bij Jan Sint natuurlijk, kan je dat ook niet optreden. Ja, naar de jukdoors. Die vergeet ik niet. Nee, die vergeet je niet meer. Nee. Dat kan toverfunctioneren aan de lijst. He, van huis woorden. Ja. 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 Ik krijg les van Alex van der Hulst. Oké. Ja. Ja. Dan gaan we fietsen met de historische kring. Ja. En dan starten we om 14:30 en dan zijn we om 16:30 zijn we terug. En in de tussentijd dan heb ik precies gehoord wat jij fout uitspreekt en wat die niet goed en dat je het uwerden en enzovoort. Ja. Dus ja, dus ik kom dan zo thuis. Ja, ja. Dus dan, en laat het vrij snel achter. Dan neem ik een sapje en dan is het. Ja, ja, nou, maar hoe zit het dan eigenlijk met ons DNA? Want ik ben echt nieuwsgierig. Ja. Jij bent een eindreporter van de markt? Een soort van. Een soort van? Ja, en dat heb ik gepresenteerd bij het Open Raadspodium in oktober vorig jaar. Dat heb ik gedaan in de vorm van een aantal scenario's. Want als je weet waar je vandaan komt, hè, dus huizen als hechte gemeenschap, geloof speelt een belangrijke rol. Zuinig, nou, daar hebben we het al over gehad, eigen taal, dus het is echt een eigen gemeenschap. En daar past niet alles bij. Nee. Dus dan kun je gaan kijken, want je hebt natuurlijk een prachtig dorp, hè, met kleine straatjes en die bult. Dat is redelijk uniek in Nederland. Urk kent ook zoiets bijvoorbeeld, ook zo'n bult. Maar dat weten niet heel veel mensen, weten dat. Dus je zou dat beter kunnen benutten. Je zou daar meer reclame voor kunnen maken. Als je tenminste wil dat hier meer mensen naartoe komen. En dat is echt mijn vraag. Of men dat hier wil. Nou, kijk, het is... Elke keer ook over gehad, volgens mij. Bij de mensen die mij vorige keer gezien hebben, hebben dat ook... Ja. Kijk, ik zie het eigenlijk zo. Kijk, dat oude Raadhuisplein, dat wordt eigenlijk nooit meer wat. Er binnen veel te veel panden in handen van diverse projectontwikkelaars. En die gingen er absoluut geen horeca of leuke dingen in beginnen, want dat levert te weinig centen op. Dus het probleem is, wat er zit, dat blijft er zitten. Ja. Of er komt weer een dure brillenboer en die heeft weer een contract van 10 jaar. En hun maakt het niks uit, er is geld, zaten hun betalen wel.
Kijk, dan is er eentje een horeca-gelegenheid van wil maken. Dan zijn ze projectontwikkelaar. Nou ja, het zal direct eerst mijn failliet. En wat hebben we hier dan? Kijk, nou, ik ben sinds veilig gesteld om aan zijn brilboer weg te geven. Zo is het nog een beetje een helm in het oude dorp. Nee, vijf tijd? Oh. Nou, ik zou zeggen, kom er zo direct even bij bij de discussie, want ik kan nog eens even kiezen flink even erover deur elimineren. Ik ook niet trouwens hoor. Nee. Nee? Mijn ideaal is eigenlijk als je voor. We moeten ervoor zorgen dat zowel aan de kant van het oude dorp, dus het oude Raadhuisplein omgeving, als aan de kant van de haven, dat daar meer leven komt. Ja. Want als je daarvoor zorgt, dan krijgt de havenstraat als verbindingstuk, ja, dat gaat er ook meer leven. Want je hebt nu een krachtcentrale waar iedereen ontzettend naar uitkijkt. Want dat gaat hartstikke groot worden. Dat zou best kunnen en ik hoop het echt van ganse harte. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat er ook een beetje leven in de buurt is. Ja. Want alleen zo'n krachtcentrale met alleen zo'n stuk grond ernaast van BNI, als dat doorgaat, hè? Ja, ja. Dat zal wel, maar als dat doorgaat, dat is op zich volgens mij niet voldoende om echt te gaan bloeien. Nee, nee, maar ja, ben ik bang waar, waar zit je niet? Vanaf de Rokerijweg tot aan de Baanbergenweg. Ja. Ja? Oh, ja. Daar ben je allemaal bedrijfspanden en aan de Arkijks van de Havenstreet. Een enorme weg. Kijk, als je ervoor zorgt dat je iets maakt in het oude dorp, ik weet nog even niet wat, ik zou er dolgraag naar kijken, en bij de haven, want je hebt daar een ontzettend mooie mogelijkheden. Je hebt een haven, nou welk dorp, stad in Nederland heeft een haven? Dat hebben er niet veel. Je hebt daar watersport, je hebt daar horeca, je kan er een geweldig gebied van maken, heel aantrekkelijk. Moet je wel willen, heb ik net al gezegd. Door daarvoor te zorgen, dan krijg je dus echt leven in de brouwerij. En dat is echt absoluut nodig. Wil je hier dus een levendige dorp van maken? Ja, nee, ik heb ook al gezegd, bij dat operaatspodium, het hoeft niet. We kunnen het ook laten zoals het nu is. En dat we de paarden een beetje netjes aanharken en dat het allemaal netjes en rustig is. Dan hoeft er niks te veranderen. Dan blijft het zoals het nu is. Dat hou je volgens mij niet vol, maar we kunnen het de hele tijd tegenhouden. Er zijn ook andere scenario's waarbij je dan dingen echt verandert. Dus dat je ervoor zorgt dat er een goede verbinding komt tussen het oude dorp en de haven. Waarbij je ervoor zorgt dat er ondernemersfaciliteiten komen. Want dat is een ander onderdeel van het DNA. Huizen is een dorp van ondernemers. Altijd geweest. Altijd werden de dingen gedaan, hard gewerkt en voor gezorgd. Dat je dus echt aan je dagelijkse kost kwam. En meer dan dat. Jouw opa, heb je verteld, ja, heeft ook nog langs de Oostzee lopen vent. Ja. Ja, toch? Ja, 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 en dat was niet de enige. Huizers kwamen overal. Tot in Spanje, langs de Oostzee. Echt overal. Dus laat niemand nou zeggen van huizen zijn helemaal op zichzelf en komen nooit het dorp uit. Nee, die Duitse kruiers die zaten echt overal. Die zaten echt, die zaten overal. Echt overal. Dus ondernemingszin en proberen winst te maken of in ieder geval proberen geld te verdienen, dat is altijd een element geweest in huizen. Maar hoe wordt dat tegenwoordig nog mogelijk gemaakt? Ja, niet eigenlijk. Dus ik zou zeggen, besteed daar ook meer aandacht aan. Nou ja, dat zijn allemaal dingen. Dus als je kijkt naar wat er in het DNA zit, wat dus heel typisch is voor huizen, bouw daarop voort. En ga dan niet dingen zitten verzinnen. Ik vind bijvoorbeeld een keugenisch hof, dat vind ik een verzonnen iets. Dat ik vraag me heel erg sterk af of dat wat gaat worden, maar goed, dat is een probleem. Het wordt niks. Ik vind het jammer dat Danielle er niet bij zat. 40 jaar over gedaan om daar een paar huizen neer te zetten. Ja, het wordt niks. Dat was net namelijk met die boten die kwam, die boot. Wat moeten die mensen? Ik heb hier altijd de zaak van, moet je luisteren. Het keuken gaat omdat je een hotel Promenade weer op kunt bouwen. Dan begin je wat levendigheid te krijgen. Ja? Nee, Piep zei de muis in het veurhuis. Ik ging er huisjes op neerzetten. Die ging ik mooi verhuren. En ik heb een mooi centje voor mijn oude dag. Ja, want zo is het gewoon. Kan wel meer bij. Nee. Kijk, Gert-Jan die heb ik al eens een keer gezegd. Toen kwam ik hem teugen op de haven. En ik zeg, Gert-Jan, je moet nog eens een keer op een huiscafé komen. Ja, hij zegt, dat heb ik altijd wel eens een tocht. Het leeft vaak voor jullie. Hij zegt, het lijkt me wel wat om een keer bij jullie te komen. Ik zeg, nou ja, ik zeg, Gert-Jan, we hebben het nog wel eens over. Ja. Ik zeg, je kan het allemaal zien op YouTube. Nou, hij zegt, dat ging ik eens een keer bekijken. Ik denk dat hij het zo bekeken heeft, dat hij toch bij zijn eigen ding ging knijpen.
Dat hij... Ik hoop nooit. Kijk, hij heeft het er altijd over dat hij gas ging starten, dus ze krijgen hem uit te pakken, maar hij is niet hier om te krijgen om te pakken hoor. Kijk, en de... Ja, dan daar ging hij allemaal te op gaan zitten. Godzakkel. Ik denk om zijn minstens ook wat hoor. Ja, natuurlijk. Maar kijk, maar hij was zo slim, hij loopt bij zijn eigen lichaam. Ik trouw op een advocaat, die weet van alles. Ja, die is kien. Ja, die is kien. Ja. Altijd gedekt. Kijk, zo is het wel. Ja. Hij kent elke letter van de wet. Zo is het ook een wat dat hele keu had. Nee, dat wordt niks. Maar Marloes die had hier het over mijn zijde voor de... Nou ja, wanneer was dat? In oktober is hij hier geweest. En ze hier aan tafel gezeten. En Marloes die had gezegd van nou, als de horeca komt en hij staat open, dan geven we samen er een glaasje bier op drinken. Ik zeg nou, ik zeg, dat zal we wel even zien. Ik zeg, ik geloof er helemaal niks van. Nee, zei ze dat de stouwer zei. Muis die zou ook in feite dat pand wat hij neergezet heeft. De Nijlbussen weg, weg. Het zit voor de helft leeg als je het bijdraagt. Ja, nou ja, er zit eentje zit er permanent leeg. Ja, ook leeg. Nee, die blijft leeg. Nee, die blijft leeg. Die blijft leeg? Ja. Want als die verkocht is, als alles verkocht is, dan moet hij de gemeente een miljoen betalen. Nou, dat doet hij nooit natuurlijk, dat weet je wel. Ja, dit is die muis te voor de. Hij kan beter leeg veel. In Amsterdam zeggen we, hij heeft een portemonnee van uienleer. Ja, ja. Als hij hem open doet, gaat hij huilen. Ja, nou dat denk ik, ja. In de grijten, ja. Nou ja, aan de andere kant. Kijk, hij geeft wel een cent. Nou, want hij is ook wel een goede sponsor van de Zuid geweest. Nou, hij sponsort ook nog wel een beetje bij de hockeyclub. Dus anders kan je wel voetballen. Dus. Aan dat soort dingen gaat hij toch wel centen uit. Ze zullen wel hockey, denk ik. Ze zullen wel weer hockey en hij voetballen toch? Nee, maar bij de Zuid is die ook sponsor geweest. Ja. Ja? Geweest. Ja, geweest. Geweest, ja. Ja. Nou ja, nou steekt hij zijn centen in de hockeyclub natuurlijk. Ja, die las ik ook toch over de hockeyclub. Die krijgt hier een subsidie voor de watervelden. Ja. Nee. Ja, 2 ton. Hè? 2 ton hadden ze het over. Ja, 2 ton hadden ze het over. Maar ja, maar dat vind ik een onnozel verhaal, want ik heb het te lezen toevallig vanavond ook nog eens even een keer. Want de gemeente had gezegd van, ja, dat is enkel voor topsport. En die meiden spullen topsport, de hoogste klasse in een hockey gebeuren spullen ze. En dan denk ik bij mijn eigen, dan hebben ze bij de gemeente er ook geen verstand van. Maar je kan er wel een lening in krijgen. Hè? Er wordt wel in veld vervangen. Ja, maar in een zankveld. Dat is gewoon een kunstgrijsveld waar zankt overheen negeert. Maar zo, kijk, ze willen eigenlijk een waterveld. Kijk, binnen van die blauwe velden is het water op en dat loopt allemaal veel beter. En voor topsport is dat gewoon veel beter. Maar als je dat pas zankt hebben en je maakt bijvoorbeeld een verkeerde slijding, nou, je benen liggen op. Werkelijk waar. Dus dat is een ellende. Maar je kon ook overal gestart zijn. Nou, meestal wel. Hij heeft er overal verstand van, hè? Zelfs van watervelden. Kijk, ik lees een krant. Ik ben nieuwsgierig en ik wil graag alles weten. Ja? Hij heeft over de familie in zitten. Luister, kijk, en dat weet Karel ook die daar ineens zit. Wij hebben ooit nog een keer een hockeyt. Nee. Karel? Ja. Dan hebben wij de beste vaartrofeeën winnen. De ene kant in de haventouw en de tweede helft de andere kant. Juist. De ene helft. Wij gingen de ene helft hockeyen. En de andere helft gingen voetballen. Dat was tegen de hockeyclub. Ja, die winnen we natuurlijk glansrijk. Uiteraard. Ja. Bijzonder. Ja. Ze dochter bij de eigen. Nou, die voetballers die kwamen natuurlijk naar het hockeyen. Nou, dat viel ze zwaar teugen. Dat bleef gelijk. En in de tweede helft gingen we voetballen. Nou ja, dan werden ze natuurlijk aan alle kanten weggetikt. Die hockeyers. Nee. Dat Richting een theehuis, hè? Richting ja, dat is spectaculair, was het weer. Maar Hels, wat is jouw taak nou bij Nienke in het museum? Waar ga jij er door? Ik hou me bezig nogmaals met communicatie, dat is breed. Ja, ja. Dus ik schrijf persberichten. Okay. En ik zorg ervoor dat dingen op tijd lopen. Ik ben nu een beetje aan het inventariseren, is dat? Ja. Dat is geen moeilijk. Ja, nou, maar dat kan ik ook wel aardig opnemen. Is daar een huis zo zoet voor? Inventariseren, ja. Een beetje bij elkaar schrapen, denk ik. Een beetje bij elkaar schrapen. Ja. Kijken wat gesteerd. Ja. Dat is wel belangrijk, ja. En ervoor zorgen dus dat het museum heel erg in de belangstelling komt te staan. Meer. Ja. En van de gelegenheid gebruik maken.
We vinden dus dat het museum het hart van het verhaal van Huizen moet zijn. Dus vandaar dat we het verhaal van Huizen gaan vertellen. Maar dat kan niet door één persoon. Dat moet door meerdere mensen gebeuren. En wij weten dat er heel veel, we hebben het schrijversgilde, waar al een kleine 20 mensen zich bij hebben aangestoten. Maar er zijn veel meer mensen, misschien wel in deze zaal, die ook schrijven. En bij deze uitgenodigd, als jullie stukjes schrijven en je wordt eigenlijk nergens gepubliceerd, stuur het naar mij, naar ons, Huismuseum, Communicatie. En wij gaan dat publiceren. Er komt een nieuwe site. Nou Tini, jij kan wel leuk schrijven. Hè? Mooie stukjes voor je. Hè? Dat lijkt wel wat familie-anekdotes. Is Tini? Ja. Er komt een nieuwe site. Die hoort bij de site van het museum, website. En die heet huizersvertellen.nl. Er komt ook een Facebookpagina. Huizers vertellen. Nou, huizers hebben heel wat te vertellen. En ik hoop dus ook dat al die vertellingen bij ons terechtkomen en dan zorgen wij dat ze... Nou ja, ik denk dat, elke familie wel een kleurrijk verhaal heeft. Ja. Nou, ik hoop jou maar aan te kijken. Jij een heel op. Ja. Dat de familie. Hij heeft eigenlijk ook een Vrede Testament. Zou het deel 2 willen kaderen? Nee, je hebt geen rijke triologie. Het Nieuwste Testament. Nou, dat kan wel een trilogie worden, ja. Ja, dat denk ik wel. Potverdorie. Ja, minimaal. Ja. Gos, ja, ik heb wel heel wat beleefd in mijn leven, ja. Ja. Nou. Hij is bijna 65, krijgt een tijdzak. Ja. 4 maanden en 3 dagen. 4 maanden en 3 dagen, ja. Ik ben nou echt aan het aftellen. Een centimeter kop. Nou, weet je, het is de baan die er achteraan komt, die lijkt al van bekleren. Dus nee, ze hebben er alles uit van. Mijn schoonvader opvolgen? Mijn schoonvader? Ja. Mijn schoonvader opvolgen? Ja. Ik? Ja. Nou ja. Waarom niet? Ja, dat zou wel kunnen, ja, mijn schoonvader of wel, ja. Nou, ja. Er valt mijn bek open van geworden. Ja. Ja. Het was al toen hij de familie binnenkwam. Ja. Daar rolden ze er allemaal rond van verbazing. Maar ja. Ze zijn een paar weg. Lien zei het ook toen in de familie kwam. Ze zei: nou, ze zit, ik ben alles kwijt. Allemaal familie, allemaal vrienden, alles ben ik kwijt. Ik zei: bel, neerlijk mens. Ze zei: ah, ben ik de huisaannemer. Ja, erop, ik was de huisaannemer. Ik was overal aan de gang. Zijn dochter dragen, wij dragen van: nou, zo kwaad is hij nou voor mij. Beetje een apart, maar ja, wat hoor je er dan? Ja. Niet veel. Nee, joh. Kijk, daar komt dat ik een beetje Groninger bloed in mijn lijf heb. Hé, Dick? Want daar rij jij het ook altijd over. Ik Groninger bloed in mijn lijf heb. Ja. Ja, dat doe je niks zelf. Het uiteinde van de streep onder Groningen. Ja. De buurman was de Waddenzee. Hè? Ja, inderdaad, de buurman was de Waddenzee, ja. Werkelijk. Nou ja, over de buurman gesproken, wij hadden vroeger hadden we Kees Laan, dan hadden wij het buurman. Nou. Zeg maar, hey. Gosh. Zeg maar wie je vrienden zijn en ik kan zeggen wie u bent. Bel. Nou, Kees die was wonderbaarlijk hoor. Als Kees een stukje op had, nou, dan horen we dat. Ik sliep aan de achterkant. Dan sting je riem op. Dan hoor je in één keer. Druik! Ik denk, wat is er nou weer aan het eind? Ja, had er eentje weer een verkeerd woord gezegd. Na de riem in de zomer. Nee, dat was Kees Koopten. Die wilde de tent uit te gooien. Denk je, oh. Nou, we zaten er heel onweer op. Och. Nou, en als het nog even verder ging, dan moest de dominee die moest erbij komen, de politie kwam erbij, de dokter kwam erbij, het heel regiment. Nou. En hij staat nog blijven aanwezig, wees. En hij riep dat, die zei een verkeerd woord, dan pakt hij de lampenkap en die drukt hij zo over de oren weer. Ja, inderdaad, er is dat de beurt weer. Och. Botek. Tafereelijkheid te beschrijven. Ja, het begint al. Ja, nou ben je eigenlijk een dokter. Werkelijk waar. Ja, dat vergeet ik niet.
Willem, Ja, maar oude Willem was ook wat. Oude Willem. Oude Willem was organist in het visnet. En ja, kijk, dat weet je wel, Arie. Maar kijk, zijn broer, dat was de dakhars. Die woonde hier aan de Savoie Lovelaan. En de dakhars die samen als dat was Jaap's beurt. Want hoe heet die ook alweer? Klaas. Klaas, hè? Klaas Vlaanderen. Nee, Klaas Vlaanderen. Dat was weer de broer van oude Willem. Dus Willem die was organist. En Willem die had gezegd, als jij de kerk binnenkomt en hij zit, dan zet ik er een Netski maar in. Nou. Hij zat op een gegeven moment, zit hij te spullen, weet je wel. En zit hij zo in het spiegeltje, zit hij te kijken, want in de vis net had je zo'n spiegeltje. En hij zat in de spiegel te kijken en er kwam zijn broer binnenlopen. Nou ja toch, dan gillen je toch? Kijk, dan ben je nou eigenlijk dood dus. Ja! Ja, dat is geweldig. Dan had hij het op een gegeven moment, want hij is ook organist in de oude kerk geweest, oude Willem. En dan hadden ze een eerder vader dominee en de dochter, nou, dat die hele preek die hoeft niet te horen, dat duurt allemaal zo lang. En ik ging op beneden, nou geef een oude hoekje kuieren hoor, ik moet even mijn benen strekken. Ja. Hij had nijd in de gaten dat op een gegeven moment de dominee wat korter preekte. Hij zei dat nodig was. Dus ze moesten op een gegeven moment, ja, weer op mij op zelf in de zet willen. Nou, hij is nodig niet geweest op mij. Hij was een kuieren. Toen binnen ze op suiker ging, waar Willem was. Het was de eerste keer dat hij in de oude kerk gespeeld heeft. Dat is los. Ja, nou. Ja, dat ben je de kleurrijke mensen. Nou kijk, de verhalen die komen hier zo uit. Nou, ik heb het niet. Dat doet het met op YouTube, hè? Dus je kan het met verhaal zo kijken. Ik heb met Willem Junior bij de Bruinkeur gezeten. Ja. En met Van Driel, met de burgemeester en die zat toen. Die twee zaten tegenover elkaar. En Willem zat toch recht op ruim en Van Driel schuift steeds verder op de dag. Ja, hij staat alleen met zijn kop op. Dus Van Driel die had er ook al zat achter zijn kiezen. Maar Wim wordt steeds leuker, hoe meer leuker wordt hij. Nou, maar Wim is gezellig. Wim is wel, ja, leuker. Nee, Wim is gezellig. Ja. Kees die wordt een agressief. Kees is een... Ja, ja, nee, dat was echt waar. Kees is wel een lastige man als die drank op had. Ja, de een wordt gezellig en de aarde, ja, die aarde wordt lastig. Ja, dat kan. Ja, dan ging ik me net over de uitwaaien, want toen maar. Ja. Ik kom uit een familie, die wij zijn allemaal gezellig, weet je wel. Ja. Dat weet je, Arie. Jij weet er hoe Borzen is. Ja. Nou. Ja. Borzen die lust een druppel in of drie. Nou, dan kan ik je nog een mooi verhaal over vertellen over Joop Schipper, zijn buurman. Hij was alle samen naar pad. Nou, ze gingen samen op een gegeven moment gingen ze op de bromfiets gingen ze naar Oud-Nerentoo. Nou, op een gegeven moment, ja, ome Jan die zat natuurlijk gezellig aan de bar en Joop die wist het ook allemaal niet meer. Die had ook zijn bromfiets gepakt en die is op huis aan het rijden. En op een gegeven moment stinkt hij bij de baan, bij de snackbar op het hoekje. En die jongens, Keesje Fuchs, die stinkt, Kees Vos, de schilder. En die stinkt hier ook. Hé, ome Joop. Ja, nog geen even mee. Zit Borzen nog achterop? Borzen zat net achterop. Nee, je bent er al eerder op, Joop. Oh, nou, dan moet ik voorom. Nou, kijk, als je nou over om praat, dan ga je nou over een bakje door, hoor. Ja. Ja. Begin een droge keel te krijgen. Ja, die dop die zat er weer op. Hij dacht dat die dop er elke keer op was. Elke keer zat hij met de scheekje. En die dop die zat er weer op. God, ze gingen het aan mijn deur. Plak die er ook. Er is ook bij, die keuken. Ja. Wil kwam er nou uit? Het halve daar kwam er. Neurum en al die resten. God, kerel. Nou.
Alles wat met alcohol te maken had, dat kan binnen. Nurm was slim, hè? Zie dan was hij te laat thuis. Ja. En dan hoorde zijn vader mijn gewoon, liep over grind. En dan kreeg hij op zijn sodemieter. Wat dacht Nurm op een gegeven moment? Dat is de laatste keer. Vertrekkie. Uit volle borst begon hij te zingen zo, midden in de nacht. Ja. Toen zat hij, oh die grint hij, maar het is een hele buurt op zijn kop natuurlijk. Die met alle liederen vertalen, kom op. Snel. Al liederen, al liederen. Ja, de begrafenis van Mike Cornelis. Nou, even wat ik in de zingen. Tjonge, wat een huis zouden dat was, werkelijk waar. Boken kan je ervan schrijven. Maar jij maar over boken geschreven, bedoel jij me ook een hele pistool weer bij je? Ja, ik heb wel een ook weer een anekdote natuurlijk. Ja, dat was een, ja, dat was een anekdote, ja. En, ja. Dat is een tijdje geleden is dat al gebeurd hoor. Dat was net in het begin van mijn trouwen. Dat kan jij heel goed herinneren, denk ik. Ja, ja dat kan ik wel. Zal een heel spektakel geweest hebben. Ja, dat is goed. Dat kan ik me heel goed herinneren, ja, tijdje. Ja. Maar ja, goed. Ik zal maar beginnen. Maar ja. Ik had nog een aardig dingetje, want dat hoorde ik vandaag nog. Het maasje zat tegen de jongetje van, ik heb het koud. Toen zat het jongetje, geef maar in de hoek zitten, er is 90 graden. Ja, dat is waar, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Maar goed, in het begin van mijn trouw, toen ik pas getrouwd was, toen gingen we... Was je nog een nette man, hè? Ja, altijd al. Nog steeds. Nog steeds? Ja, altijd netjes keurig, man. Ten eerste is dat altijd goed. Ja, dat is waar. Ja. En toen ben ik in Heerserenberg op vakantie geweest. Oh. Ja, het was natuurlijk, nou, zeg al, begin van de jaren 70 was het nog. Begin 70, nou, toen ben ik getrouwd. Ja. En toen hadden we toen net zoveel centen. Toen ging je dan op die Brabang er aan. Ja, ja. Nou nee, Achterhoek is dat in. Zeerenberg. Ja, ja, ja. Verpleegd, hè? Ja, verpleegd, ja. Ligt nou thuis tegen Duitsland, hè? Oh. Toch ook al trouwens. En dat was best wel duur, maar daar was zoveel cent in, dus ja, dat was duur, ja. Maar goed, je wou ook naar het Altkrenterig dorp, dus je neemt een biertje extra naar, vooral als het warm is. En lammetje, die jullie s'avonds ook nog wel eens een avocaatje. Ja. En dan stroomde dubbeltjes als water door mensen hangen. We hadden een pensionnetje vonden boven een cafeetje, vlakbij de grens met Duitsland. Meneer Weekie, toen we vrommaatje van een dagje uit, zat Lammetje nog even in het cafeetje te praten met het minst van de cafébaas. Toen ik op onze kamer onze centen zat te tellen. Ik schrik mijn eigen hoedje. Het meeste was open en we moesten nog een hele week vakantie vieren. En als dat zo deur ging, nou dan kon je dat vieren er wel overleerd hoor. Dan wordt het sparrenbekken. We moesten echt bolletjes aankijken en we wouden nog zoveel door. Ik zou het erg voor Lammetje vinden dat ze wel wat kalmpjes aan zou moeten doen. Maar ja, want mijn mens, had er zich er erg op verheugd. Maar misschien zou ik een paar centen bij kunnen verdienen. In een plezier vlakbij de grens was er altijd wel een mogelijkheid voor, tot die tijd. Ze hadden mijn ouders in Heerserenberg verteld dat de koffie in Duitsland ijzerlijk duur was. 18 gulden betaalden ze weer voor een pond. Dus als je de kans zag om een paar pond over de grens te brengen, dan had je zo 3 tientjes verdiend. En dat was toen de tijd best wel een paar cent. Daar kon je wat mee doen. Maar ja, het was wel gevaarlijk werk. Want de douane, die had zijn ogen nijd in zijn zak zitten. En als je je te pakken kreeg met koffiebonen bij je, dan zat je zo achter slot een grendel. Dat zou wat wezen als Lammetje alleen van vakantie vroom kwam en aan de hele buurt moest vertellen dat Klaas in de bak zat wegens smokkelen. Ja, dat zat wel wezen. Maar ja, smokkelen is smokkelen. En de wet wil het niet hebben. Dan wil de wet natuurlijk wel naar het meer hebben. En als je dat allemaal letterlijk neemt, dan heb je geen leven meer. Hè? En als ik gewoon probeer een paar koffie over de grens te brengen, dan moest Lammetje er ook niks van over weten. Want als ze wist dat ik ging smokkelen, dan was ze in staat om mijn leven toch op te vreten. Ik telde de centen nog eens neer en ik moest toch echt wat gaan doen, want de knip was aardig leeg. De boeien was in zicht. Maar het geluk was met mij. De volgende middag had Lammetje een beetje hoofdpijn. Misschien had ze een beetje te diep in de advocaat gekeken. Klaas, zei ze,
Ik ga even een uurtje op bed liggen en dat zal mij goed doen. Best minst, zei ik, dan kuier ik Zeerenberg wel even deur. Zo is het zo deur. Ik ging Zeerenberg deur en kwam dicht bij de grens bij een klein kroegje. Ik ging naar binnen, en bestelde een glaasje bier. Vlak bij mij zaten twee kerels met een paar slimme ogen in de lui hoofd en een pet schaaf op de lui kop. Echte smokkelaars zo te zien. Jongens, zei ik, kan ik jullie ding niet met een pil zien? Nou meneer, zei ze, dat slingen wij uit of? Ik ging bij jullie zitten en toen we even over het weer een spreuk hadden, zei ik, hoe is het jongens, is de tovers worden wel een paar centen te verdienen aan de grens? Ze keken me aan, maar ze zeiden niks. Jongens, zei ik, voor mijn hoofd in uit bang te wezen. Ik heb niks met de politie of met de douane te maken. In mijn klas, een heel goed mannetje. Ik logeer hier met mijn mensen in Zeerenberg en ik wou wel eens weten of je het voor elkaar kan krijgen om koffie over de grens te smokkelen. Of te krijgen. Dan smokkel had ik het nog niet over. Toen begonnen ze te lachen. Oh, zei erin. Je steekt een paar pond koffie in je zak en je kan er de grens maar over. Maar je moet er wel een beetje geluk hebben, want de douane hier is nightmals. Ze kennen de klanten. Het is mooi werk en er zitten goede verdiensten aan, maar het lukt niet altijd. Dat snap ik ook wel. Maar hoe kom je over de grens, vroeg ik. Als je er zo overheen kan, hebben ze je meteen in de smiezen. Ja, dat moet je net weten, zei de kerels. Maar hier achter dat kroegje begint een smal pad. Mooi verscheulen tussen de bosjes en maar een paar open waarlangen. Als je dat pad volgt, dan ben je in de kortst mogelijke tijd door de verbeugde strook en op Duitsebanning. En aan het einde van het pad is ook een kroegje en hier weten ze wel reed met een paar pond koffie. Een van die kerels keek mij aan. Wil jij soms ook pramberen, oma? Ik schrik ervan. Dat hadden ze nou zomaar deur. Wees voorzichtig, zei ze nog, want de douane hier het ogen in de nek. Ik wist genoeg en betaalde de drankjes. Ik keerde hier ons pensioen voor om. Zou ik het durven wagen? Het was heel verleidelijk. Zomaar een paar uren in de nacht zo'n 30 gulden verdienen aan een paar pond koffie. Och, het was toch maar een paar pond. Als ik nou zo'n vrachtwagen vol overbracht, maar een paar pond. De Duitsers wilden ook wel eens een persoonlijk bakje drinken in plaats van deze surrogaat. Toen ik in ons pensionnetje vroeg was, was Lammetje weer bij de pinken. We dronken een kopje thee en weer was het geluk met mij. In het café zat ook een jager en ik raakte met hem aan de praat. Hij vertelde mij dat er in de buurt van Zeerenberg nog heel wat reewild zat. Nou heb ik ook een tikkeltje jagersbloed in mijn aderen en ik zei, ik zou best wel eens een koppeltje reeën willen zien. Dat kan best, zei de jager, maar daar moet je wel wat voor over hebben. Daar moet je er s'nachts maar op uitgaan. En als je dan een beetje geluk hebt, dan zie je vast wel een koppel. Hartstikke neutig, lammetje, zei ik. Dat doe ik. Het is mooi weer, ik ga vannacht naar de herten kijken. Oh man, jij bent nou goed bij je hoofd. Blijf toch lekker in bed liggen. De kerels hebben ook allemaal wat vast. Nee, lammetje. Ik doe het toch. Die kans liet ik me niet verbijgen. De jager had hem uitgesloofd om mij te vertellen waar of ik precies wezen moest om reeën te kunnen zien. Maar ik had hem aanbehoord. Ik was met mijn gedachten al bij het smalle pad dat van het kroegje in Duitsland doorloopt. Ik moest het maar wagen, want onze vakantiecenten moesten nodig aan de vult worden. Wat hij het toch, zijn lammetje? Je binnen zo wazig? Ik moest oppassen. Want lammetje is akelig scherp. Mens, ik ben al met mijn gedachten bij de hette, zei ik. Houd toch op, man, zei lammetje. De rare fratsen van jou ook altijd. Je bent er goed bij je hoofd om midden in de nacht door de bossen te sjouwen. Je ziet ommers toch niks. Binnen geen wilde knijnen. Ik dacht erop eens aan hem dat ik nog koffie moest hebben. Lammetje, zei ik, ik moet nog eventjes een pakje chic halen. Nou, alweer, zei lammetje, je rookt als een schoorsteen in de vakantie. Ik ben zo weer vroom, zei ik. Ik ging naar de eerste de beste winkel in Zeerenberg en kocht 3 pond gooie koffie. 3 pakjes kon ik net kwijt. 2 in mijn broekzakken en 1 in mijn binnenzak. Wat had je toch voor een bult in je broek zitten, zei lammetje even later. Niks, zei ik. Ik heb maar vast 2 pakjes gekocht, dan heb ik een vuurreetje.
Doe maar, zo lammetje, de centen kan er uit op. Toen lammetje effies naar het huis zien gaan, heb ik die 3 pakjes koffie gauw onder de deken in mijn bed verstopt. Valt niet mee dat smokkelen. Erg peuter vulde ik mijn eigen ook niet. Het was een hele onderneming op mijn leeftijd. Als dat maar goed ging. Die nacht zou er wel geschikt voor wezen. Een klein beetje maan erbij. En dat had ik toch ook wel nodig in dat onbekende terrein. Stel je voor dat ik zou verdwalen. Ik kon wel achter het ijzeren gordijn terechtkomen. Om 11 uur gingen we neer te bedden. Schrik nou niet, lammetje, zei ik, als ik eruit ging. Ik kan uit, zei lammetje. Waar had je zin in? Nou, eerlijk gezegd, veel zin had ik er ook geen meer in toen het erop aankwam. Maar ja, moest de deur in, want ik zat met 3 pond koffie onder de dekens. Lammetje sliep al gauw, maar ik lag op mijn rug in het donker te staren met een kriebelig gevoel in mijn buik vanwege de zeringen. Om 12 uur moest ik eruit. De caféhouder wist van de hette en zou de achterdeur loslaten. Met een kloppend hart en de ogen wijd open lag ik naast lammetje in donker te staren. Het grote moment was aan de breuken. Ik moest 3 pond koffiebonen de grens over om onze slunke knip weer een beetje aan te vullen. Het was een barre onderneming. In strijd met de wet, dat vulde ik wel. Maar ja, ik had nou eenmaal aanzaad en dan moet je ook bezig. Als het nou maar lukte, als het nou maar goed ging. En toen hoorde ik de torenklok van Sereberg 12 slagen slaan. Het was zover. Ik gooide mijn benen uit het hotelbed uit. De rest volgde we zelf. Stilletjes kleed ik me aan bij het wanige licht van de maan die door de gordijnen van de hotelkamer scheen. Lammetje moest me niet wakker worden. Ze wist wel dat ik eruit ging om zogenaamd meer de reeën te gaan kijken. Maar 12 uur is rijkelijk vroeg voor die beesten. En Lammetje is nogal achterdochtig aan de leger. Als alles goed was, ging ik vroom voordat het licht. Kwam ik vroom voordat het licht werd. Ja, als alles goed ging. Maar ja, waarom zou het niet goed gaan? Ik moest nog voorzichtig wezen ook. Want als je op vakantie gaat, neem je meestal geen oud pak mee. Ik moest mijn zonderse broek en jas, de grens over. Toen ik aangekleed was, graaide ik de 3 pond koffie onder de dekens weg. Dat zo'n stuk of wat koffiebollen nou zoveel geld weet was in Duitsland. Als het lukte en ik verdiende een paar tientjes aan, dan was ik een red en kon de vakantie doorgaan. Want vakantie houden met een lege knip is niks te doen. 2 pakjes koffie stopte ik in mijn broekzakken en 1 in mijn binnenzak. En toen komt het toch beginnen. Ik daalde de krakende trap af en deur de achterdeur. De hotelhouder had losgeleerd, kwam ik buiten. In de streken van Sereberg was geen mens te zien. Ik loop flink deur in de richting van de grens. Ik was er zo, want Sereberg laat teugen de grens aan, zou ik maar zeggen. Ik kwam bij het kroegje aan de grens, waar vandaan een pad Duitsland inloop neer een cafeetje op Duitse banning. Waar ze wel reed wisten, wat langs de koffiebonen. Alles was rustig. Ik kwam achter het café en ik zag een weggetje voor mij liggen. Het klopte allemaal precies. Ik moest een uur lopen om het weggetje, om het Duitse café te bereiken. Och, eigenlijk was er niks aan. Een kuiltje van een uurtje in de maneschijn en de centen was ze verdiend. Vooruit Klaas, zei ik tegen mijn hagen. Aan de slag toch? En daar ging ik. Voorzichtig loop ik verder. Het eerst een bord en in het licht van de maan was ik verboden grensstrook van 500 meter. Het betreden van dit gebied is verboden van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang. Nou was ik de gevaarlijke zone binnen gegaan. Als ik die deur was, kon er niet veel meer gebeuren. Ik roerde en omheerde. Alles was rustig. Het ging goed. De commissie zal er wel lekker in de bestie liggen en ze hadden gelijk. De paar pond koffiebonen was het de moeite naar het weer om er voor in beweging te komen. Ik ging verder en in de verte zag ik een fabrieksschoorsteen van Emmerich staan. Ik had de goede richting te pakken. Ik loop al 10 minuten. Och, aan dat hele smokkelgedoe was eigenlijk niks aan. Een beetje lef in je lijf en het is voor mekaar. Het weggetje loop eerst door wat struikgewas, maar toen kwam ik bij een waaierland. De Duitse koeien lagen rustig in de waaien. Voorzichtig klom ik mot de koffiebonen over het hek over en stak gauw het waard over. Ik was net aan de overkant
waar het weer bosachtig werd, toog op Eelsen met trillende benen bleef staan. Een paar honderd meter voor mij uit zag ik op Eelsen twee kerels aankomen. Dat konden ook smokkelaars wezen, maar het konden ook wel commissen wezen. Dikke Klaas, en ik liep me plat op mijn buik vallen achter een beetje struikgewas. Het was geen beste plek, want ik kwam in een stuk modder terecht en ik had me zonder zijn broek nog wel aan. Wat zou Lammetje wel uit zeggen? Maar ik had geen aardige keus. Ik hoorde de kerels al aankomen. Vlak bij de plek waar ik lag, gingen ze stil staan. Ik hield mijn asem in van pure angst. Waren het collega's smokkelaars of? Ik dacht toch echt, Frits, dat ik iemand dat waarlijk zou oversteken. Ik denk dat je het mis hebt, Karel. In dat halve maanlicht lijkt alles aarst. Ik denk dat het een koe was. Inderdaad, het was een koe. De grootste koe deed er op twee benen rondloop en die koe lag nou in de modder te bibberen, bovenop zijn koffiebonen. Wat was ik begonnen? Hier lag ik nou in de prut, met twee kommiezen een meter van mij. Ik roerde eens voorzichtig door het struikgewas. Ja, daar stungen ze, die bloedzuigers. Die een arm mens nog een paar koffiebonen centen gunden. En wat hadden ze daar op de ruggen bengelen? Oeh, lieve hemel. Geweren. Dat moest er ook nog bij komen. Maar daar zal ze toch wel uit me schieten. Zo'n paar pakjes koffiebonen was de meute uit weet om die dure kogels aan te besteden. Ik was toch maar een klein smokkelaartje, een amateurtje. Misschien zaten er wel losse vlodders in die geweren, om de smokkelaars een beetje schrik mee aan te jagen. Kom Frits, we gaan verder. Ik zal wel verkeerd te kijken nemen. Het is ook geen nacht voor de heren, dus vuistenlicht. Het werd een rustige nacht. Ze rolden vrom. Maar ik kon wat janken. Nou moest ik weer van de douane kerels horen dat het geen geschikte nacht was en ik met mijn stomme bonen had nou net die nacht uitgezocht. En toen nam ik een besluit. Ik had er genoeg van. Ik moest nog wel 400 meter lopen om op veilig terrein te komen. En dat moet de maan en die twee kerels in de buurt, dat werd er niks. Ik zat in de patoet voor de kraregenaad. Ik ging vrom. Maar dan een beetje zuigjes aan moeten vakantie. Dan maar een beetje zuigjes aan moeten vakantie. Maar dat was levensgevaarlijk. Ik stond op. Och, och, och. De plakkaten modder zetten aan mijn zonderse broek. Ik had er schoon genoeg van. Vrom neer het veilige Holland. Als ik dat waarlangt weer over was, was ik veilig. Ik rende over het lengt. O mensen, ik was net halverwege toen ik een bulderende stem achter mij hoorde. Halt, douane! O heen, daar hij het gegooide glas al. Die stinkers was mij op het spoor. En toen was het of ik vleugels aan mijn schoenen kreeg. Ik vleug over het waarlangt over waar Daphne Schippers nog een puntje in kon zuigen. Boom! Pieuw! Een daverende klap achter mij en een kogel vloog 10 centimeter over mijn zondagse pet. Oh mensen, ze schoten, die bandieten. En nog geen eens met losse vlodders, maar met echte kogels. Halt, sta stil. Ja, klets maar aan, dacht ik. Nog 10 meter en dan ben ik achter het hek. Boom, pats. Oh, lammetje, ze schieten mij aan vlad in. De kogels zuizen langs mijn kuiten. Ik vulde de luchtdruk. De hufters schieten op mijn arme stumper met een paar koffiebonen in zijn broekzak. Dat konden ze. Nog een meter en ik klom met de moeder wanhoop over het hek over. Als een ree vloog ik eroverheen, kan ik wel zeggen. En toen had ik weer de beschutting van het bosgewas. Maar ik was er nog lang aan uit. Ik keek eens door de struik en toen zag ik twee kommiezen over het weiland aankomen draven. En ze hadden jongeren meer dan een. Gelukkig was ze nog een aarde achter. Fut groeit weer, heigend en puffend. En werkelijk waar, aan elke koffiebeun hing een zweedroppel. Kronkelend loop de weg door de bosjes. Dat was geluk. Ze konden me uitzien en ze hadden ook geen kans om mij omver te schieten. Ik keek achterom vlak voor een bocht. Daar stonden ze bij het hek en ze tuurden allebei neer de grond. Ze zochten een spoor. Dat bloed hongde. Zouden ze opgeven? Nee, en daar kwamen ze alweer aan draven. En ik hoorde er te hoog gelach door de nachtelijke stilte. Lopen Klaas, lopen! Dat is je enige redding. Ik had Lammetje wijsgemaakt dat ik niet de eten kon kijken. Want toen ik door die twee commissie betrad was met mijn koffiebonen, leek ik zelf wel een het. En die twee kerels wisten maar van geen ophouden. Ik loop me nagen ze wat uit de neer. Maar als ik omkeek, zag ik die commissie ook weer.
Het was maar goed dat ik zo'n grote voorsprong had, want anders hadden ze me zo in de kraag gegrepen. En ik moest nog oppassen. Gelukkig was ik vlakbij de Nederlandse grens en kwam in een bos dat vlakbij Serenbarg laat. Dat bos noemen ze de Plantage. Dat bos was dicht begroeid met blommen en vol met slingerpaadjes. Het moest een knappe jongens wezen als ze deer mijn spoor nog konden volgen. Met een zucht van verlichting rende ik het bos in. Ik was red. Ik kon nou weer een beetje kalmer aan doen. Voor de secure gaat loop ik nog maar even langs een kronkelpad en dwars door een laan die door het bos liep. Ziezo, nou was ze mijn spoor al kwijt. Ik had er smokkeld, maar ik was meteen genezen. Nooit meer, al kon ik 100 gulden op een pak koffie verdienen. Dat is geen werk. Ze hadden mij wel aan fladdek aan het schieten, deze smeerlappen. Maar fijn, het leed was al hier, maar het ergste moest nog komen. Ik moest weer voor lammetje verschijnen en ik zag er nooit uit. Het leek wel of ik de hele dag in de klei van de Noordoostpolder gewerkt had. De klonters modder zetten aan mijn zonderse jas. Lammetje zal er wel wat van zeggen. Ik moest de hitte maar de schuld geven. Maar nou verlangde ik toch wel meer een sigaretje naar al die emoties. Ik dreef een sikkie en streek een lucifer aan. Maar meteen smet ik de lucifer op de grond, want om de bocht van de laan zag ik die twee commissen alweer aankomen. Halt! Staan daar! Ze konden de boom in van mijn pad en als een razende haas vloog ik alweer door het bos. Boem, klats, rits! De koegel vloog boven mijn hoofd door de blaaien van de bomen. Ik vloog de bocht om en ik was ze weer even kwijt. Wat was dat voor kerels? Dat was geen commisse meer, dat was een indianen, speurhonden. Hoe was het toch mogelijk dat ze mij in dat dichte bos nou achter mijn broek aan zetten? Het begon ook al licht te worden. Ik moest maken dat ik in het hotel kwam. Eerder was ik nooitvaardig. Maar daar was zeer in Barreal. Ik draafde door de stille streten. Een stiegdeur, tweemaal een hoek om en toen stond ik hagend stille. Mijn benen was als lood van al dat gedraaf. Dat was ik nooit gewend. Maar nou was het overlopen. Och, mensen, ik had het nog nooit gedacht of ik zag die twee commissen alweer de hoek van de street heb komen. Zulke commissen had ik nog nooit meer gemaakt. Het leek wel of ze een neus van een speurhond hadden en dat ze meteen meer ruiken konden. En weer groeide ik aan de haal. Zouden ze dat nooit opgeven? Want zulke kerels aan de grens was het de smokkelaars nog nooit gelukkig. En toen bereikte ik de achterdeur van het hotel en glipte naar binnen toe. Het was op tijd, ik kon geen meer. Mijn benen stonden op breken. Voorzichtig bleurde ik het gordijn open. Verroest. Hier stonden de twee commissen bij het hotel. De bloedhonden. Ze was mij op het spoor gebleven. Ik snap er niks van. Dwars door het bos en streten was ze mij op het spoor gebleven. Nou, voor zulke speurzeugers moet je wel je petje afnemen. En toen sukkelde ik de trap op. Lammetje tegemoet. Voorzichtig deed ik de kamer deur open. Lammetje moest me niet wakker worden. Maar Lammetje was al wakker en ze ging rechtop zitten. Zo zei ze. Ben je er weer? Heb je nog rijbokken gezien? Ja, zei ik. Twee stuks. Een paar loeders van bokken. Maar ik heb er wel wat voor moeten doen. En Lammetje, ik zal het maar zeggen. Ik ben wel een beetje vies geworden hier in die bossen. Lammetje knipte het licht aan. Vies, zei Lammetje. Man, je lijkt wel een pas om een ploeg stuk lengt. De modder zit tot in je nek. Nou, hij heeft nu zin. Heb je nou weer zin? Dat is toch geen manier van doen. Om door de bos te haasten moet je best te pakken. Die krijg ik nooit meer schoon. Lammetje gooide de dekens van erop. Trek uit de rommel. Het is wat lekkers. Ik kan hier wel de hele dag op pushen. Dat is mijn vakantie zeker. Je blijft op vandaag maar onder de dekens. Dan kan ik die modder eerst laten drogen. Lammetje zet een stap op de grond en meteen kraakte er wat. Ze loopt naar mijn toe en toen kraakte er weer wat. Wel hier een runder moppen de Lammetje. Wat heb ik nou weer om mijn extra ogen te zitten? Ze bukt hem dragen. Koffiebonen? De hele grond ligt vol met koffiebonen. Oh, wat schrik ik. Koffiebonen, Lammetje? Ja, koffiebonen. Hij is soms koffiemierbonen meenemen om de hette te lokken. Lammetje docht even neer. Klaas, wat is er gebeurd? Gisteren vertelden ze dat de koffiebonen zo duur was in Duitsland. Jij kan het mij nog meer vertellen. Jij bent helemaal net niet in de reebokken geweest. Jij hebt me wat aas uit te vreten. Ik was door de mangen te vullen. Lammetje, zei ik, geef er eens even bij zitten.
En toen heb ik Lammetje alles maar verteld. Dat het vakantiegeld zo hadden inkorten. Dat ik koffiebonen had gekocht. En dat ik de grens over was gereden. Dat de commissie mij in de smiezen gekregen hadden. En dat ze moet echte kogels op mij geschoten hadden. Lammetje, nou weet je alles. En nou kan je te keer in of na te keer in. Maar ik heb het ook voor jou gedaan. Ik wou jouw vakantie niet bederven aan de gebrek aan centen. Maar ik doe het nooit weer. Dat gesmokkel is levensgevaarlijk. Ze hadden mijn benen wel onder mijn kont vandaan kunnen schieten. En ze hebben me achteraan gezeten tot aan de deur van het hotel. En dat begrijp ik niet. Ik wel, dit lammetje. Weet je wel wat of je in je broek hebben zitten? Een groot gat. Ze had gelijk. In mijn broekzak zat een flink gat. En de koffiebonnen rolden nog meer buiten. En toen ging mij een lichtje op. Ze hadden mij op dat dwaalang dwars door mijn broekzak en door het bak tak koffiebonnen geschoten. En op mijn vlucht had ik een spoor van koffiebonnen achtergelaten. Geen wonder dat ik hier al zo'n schik had. Kijk hem hier nou zitten, zo lammetje. De smokkelaar. Je zou hem zo'n cent geven. Glad je alles binnen. Je lijkt een klein duimpje wel met je spoor van koffiebonnen. Als alle smokkelaars zo goed glad was en als jij, dan konden we de commissie wel op sterk water zetten. Ik kon al eerder maar zuchten. Man, wat hij toch aan de hand zijn lammetje. Och lammetje, zeg ik. Ik wou er een paar centen bij verdienen, want onze vakantiecenten verdwenen als sneeuw voor de zon. Och, wat zijn lammetje. Toch nou werkelijk dat jij al onze vakantiecenten in jouw knip hadden zitten? Ik had ook een beetje. Maak jij je nou maar geen zorgen. Moet onze vakantie zitten toch goed? Och mensen, daarvoor heb ik me nou druk gemaakt. Daarvoor heb ik mijn leven op het spel gezet. Trek die rommel maar uit, zei lammetje. Dan zal ik zien of ik het weer schoon krijg. Man, je bent te vies om aan te pakken. Ik haalde uit de ene pak een pond koffiebonen en ik haalde uit de andere zak een pond koffiebonen. Uit de rechter broekzak kwam een pak met een groot gat erin. En in dat kapotte pak zaten nog precies 3 koffiebonen. De rest lag tussen Duitsland en Zeerenberg. Een goeie smokkelaar ben jij, zei lammetje. Je hebt er geld op touwen liggen. Want je hebt het ook nog, want het had je ook nog een pond koffiebonen gekost. Lammetje had gelijk. Ik was voor smokkelaar nooit in de wieg gelegen. Die dag werd het prachtig weer. Maar ik heb de hele dag in bed gezeten. Mijn jas en mijn broek hingen aan de hotellijn om te drogen. De hotelhouder wou mij nog wel een pak leren, maar lammetje zei, niks ging geleerd. Leer hem maar eens een dag in bed zitten. Dat zal hem dat gesmokkel wel opleren. Om 11 uur werd er op de deur van de hotelkamer klopt. Ja, zei ik. Ik verwachtte de commissie nog, maar het was de ober. Meneer, zei hij, een kopje koffie. Kerel, schreeuwde ik, als je het maken dat je wegkomt, dan smaak ik je met koffie in alle drieën uit. Het eerste half jaar drink ik alleen nog water en kindermelk. Nou, dat was wel. Dat was wel een hele belevenis, Lars. Dat was een heel avontuur. Dat was een heel avontuur, Tonje. Nou, kom, sta je uit. Nooit meer. Gelukkig dat de koffie daar net zo duur is als hier in Nederland. Ja, had het al de tijd te breiden, wat voor. Ja, ja. Ja, zei je dat ik met botteren dingen heb, maar we gaan toch vuurwaardig geweest, maar had het net zo lek misschien? Nee. Had ik beter kunnen doen, denk ik. Ja. Gedaalde zaken deed ik een keer. Nee. Dus jij bent een regelmatig in Duitsland geweest om wat cent te verdienen? Nou ja, ik was er net naar te komen. Nee, de 400 meter. Je hebt het later nooit meer geprobeerd? Nee, ik heb het nooit meer geprobeerd, nee. Nee, nooit meer. Nee. Wat verdorie. Maar wat blijft er al die jaren met je mens? Stout je nou, ja. Zit ze nog zeker zo achter je voldernaam? Ja, nou helemaal natuurlijk. Ja, nou je bierbrouwer thuis naar. Nou, bekijken in die schuur of je net te veel opnemen. Ik ben nou een pensioneer. Ja. Maar zij nou ook? En dat viel erg, want nou hebben ze de tijd om in de gaten te houden. Dan verwerkt er nog een beetje. Dan ben je mooi glimmie. Godverdorie. Dus je bent een oude trekker van de race, Sampies? Ja. Heel harde, maar ja. Nu laat meer uitkomen.
Nee? Nee, dan een beetje, af en toe een beetje klaar, een beetje. Ja. Maar goed, ik vind wel, mag het Drees mag op onze blote knijtjes denken dat hij dat op een zit. Dat is ook een feit. Echt waar. Je hebt me allemaal een vaste basisinkomen en als je dan nog een pensioentje hebt, dan zit je helemaal gebaat op. Ja, man. Als je tenminste naar de gekke dingen dan natuurlijk. Nee. Allemaal over het oude prutsie en een ding erbij. Je blijft in het vak. Ja, natuurlijk. Uiteraard. En dan ben je tenminste wel een beetje van de streep. En je bent van de streep, ja. En je bent uit zicht van je mensen. Dat scheelt ook niet al helemaal. En je beurt er nog een mond uit. Of het ook, ja. Dan moet je naar het museum werken natuurlijk, want dan krijg je niks. Nee, dan krijg je niks. Nou ja, een bakje met een stukje gitaar. Oh, wacht even. Beste. Kijk. Appeltaart, ja. Het was zo bekruimer op, maar natuurlijk. Nee, is vers. Zelf een trots in zijn hand met zeven sterren. Kijk, had Nienke nog zelf een bukken? Ja. Wel, heerlijk nog. En ze houdt van lekker eten. Ja, dat is zomaar meer de feit. Ja, het is liefhebster. Dat is liefhebster. Ik heb het uit hem kennen. Het is wel gezellig, absoluut. Dat is zomaar meer de feit. Nee. Had je nog een epistel? Nee, dat was een beetje. Nee, ik had een hele je moet er echt voor de aardige keer ik bewaren. Ja, ik had een hele pistool. Heb je zo'n bril gelezen? Kan je dat allemaal lezen? Nee, ja, haast niet. Nee. Ja, ik had hij had zulke priegeldingjes neergezet. Heb je zo'n bril geschreven? Heb je zo'n bril geschreven, ja. Dacht ik al. Ja, jongen, nee, ik zal de lessen zal ik, die kan ik nog wel, weet ik nog wel. Dat is, een tragisch toeval, zeg maar. Een tragisch toeval? Een tragisch toeval. Dat is van een bloemist, is dat overkomen. Er was een ondernemer, een bedrijf, zeg maar, die gaf een opening van zijn eigen zaak. Oh ja. En een klant van hem, die stuurde een blommetje. Hartstikke leuk. Maar, wat zit er op het keertje bij het blommetje? Rust in vrede. Ja, ik dacht, nou dat zal niet helemaal goed wezen. Dus die belt die bloemist op. En die zegt, ik denk dat er iets fout toch in is. Dus hij zegt, nou, het keertje. Ja, zegt oh god, ja, zegt die bloemist. Nou, sorry hoor, dat gebeurt. Maar hij zegt, dan is er nog iets veel erger aan hangt. Want ik heb ook een boeketje gestuurd naar een begrafenis. En die is erop. Gefeliciteerd moet je naar een locatie. Ja, nee, dat is een sterke. Ja, nee, ik ben het wel een hele sterke. Ja. Dat is er eentje weer over de kipbol. Nou. Ja, dat is wel meer gebeurd. Ik heb het ooit wel eens gelezen dat er ook meneer Jansen die ging naar Afrika. Tussen werk, geloof ik. En die stuurde een keertje, toen die DWS, neer zijn vrouw. Ja. In Nederland. Maar in diezelfde straat woont een paar huizen verder. Ook nog een meneer Jansen. En die is overleden. Dan komt natuurlijk toevallig dat keertje bij de verkeerde meneer Jansen aan. Oh, hey. En dan zit er op het keertje, ben je goed aan het komen. Maar het is wel aardig heet hier. Ja. Nou ja. Zulke dingen, joh. Ja. We zullen al eens even een einde eraan breien en tot maar kwart over vijf gip en wikker weer. Zo. Dus ja, proog op. Hoe doen we dat voor zo'n nieuwe pensioen? Gooi je dan die wekker de deur aan? Nee, dan blijft hij op. Kijk, weet je wat het is? Ik ben op mijn pensioen getrouwd, hè? Ah, ja. Kijk, dat scheelt natuurlijk. Ja. Die is 23 jaar jonger, dus die moet nog een tijdje. Dus, kijk. Ja. Die komt ook weer wat van binnen. Ja. Je kunt het wel hard bekijken. Ja, 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 ja. Trekken van het race, keien bijslag en dan nog een minste eruit verwerkt. Oh, heb ik het nog aan het bekijken? Maar nou ging we even weer op aan. Mensen, bedankt dat jullie er weer bij zijn. Ja, bedankt. En nou ja, tot de 20 februari dan. 20 februari. En jullie willen komen. Dank u wel.